Behalve even één meneer, die laat ik even staan. Want hier is natuurlijk wel iets interessants mee. Want die eerste opties die ik net genoemd heb... Ja. Daar wordt heel veel naar gekeken. Naar die meerderheidsoptie over rechts. Maar dan is eigenlijk deze man de sleutel. Ja. De spil. Ja. Zonder deze man lukt het. Hij moet iets willen. Ja. Het lijkt heel ingewikkeld te zijn. Ja. En dat hoorden we ook al bij partijen. De afgelopen dagen, ja, het ligt toch bij Omtzigt. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En nu vanavond was het Wouter de Winter van de Telegraaf. Politiek commentator daar. Die in zijn podcast toch open en bloot zei... waar volgens veel partijen het probleem ligt. Nou, dat men echt in volledige verbijstering vaak achterbleef. Zeer regelmatige huilbuien, stemverheffingen, weglopen. Elke keer op het moment dat er gevraagd werd om stelling te nemen over een onderwerp of een beslissing te nemen. Wispelturigheid, heel vaak de kamer verlaten. Dan moest Jessiel Guus er weer achteraan. Dan moest Plasterkte weer achteraan. Dan moest Eddy van Heijem er weer achteraan. Die dan met een rood hoofd terugkwam. Omdat hij zich ook schaamde voor de krankzinnige situatie. Ja. Dus? Ja, ik heb het muziekje weer even aangezet. Want als je gaat kwartetten, ja. Als we dit verhaal net hoorden... dit verhaal, moet ik zeggen, hoorden wij de afgelopen tijd ook... dat het wel erg moeilijk onderhandelen is met Pieter Omtzigt. Ik begreep ook dat binnen een nieuw sociaal contract... er wel geopperd werd om dan wellicht maar te gaan onderhandelen... maar dan zonder Omtzigt, dat iemand anders het zou gaan doen. Ik heb vanavond gevraagd aan de partij... hoe reageren jullie hierop? Ik heb een appje van Omtzigt gekregen die zegt... of ja, via zijn woordvoerder... het gepraat en geroddel over elkaar via de media... is illustratief voor het hele probleem. Ik doe er niet aan mee. Dus oftewel Omtzigt wil hier niet op reageren op dit verhaal. Maar bottom line, deze vier partijen, daar kijkt heel de Tweede Kamer naar. Deze vier partijen moeten het doen. Ja. En de andere drie kijken allemaal naar Omtzigt. Hij moet een stap zetten, anders gaat hier niks gebeuren. Goed. Ik hoop dat Kim Putters de fles laat staan en de slaappillen ook. Mag ik daar toch één ding over? Heel kort. Ja. Kijk. De Tweede Kamer kijkt ernaar, maar de Nederlandse samenleving kijkt ernaar. Er zijn problemen op het gebied van migratie, op het gebied van woningbouw, op het gebied van platteland. En er moet wat gebeuren in dit land. En die verantwoordelijkheid rust op de schouders van deze mensen. Dus nogmaals de oproep van, kom alsjeblieft met elkaar eroverheen. De Nederlandse samenleving heeft jullie nodig. Goed, en ook de Tweede Kamer zelf om gewoon beslissingen te nemen... die beslissingen die genomen moeten worden. Precies. Deze partijen hebben allemaal voorstellen gedaan. Ook voor sociale vooruitgang en lopen ze al voortdurend voor weg. Ze kunnen heel goed aankaarten wat ze allemaal niet willen. Ja. Ik heb dat verwijt wel eens gekregen naar onze partij. Ja. Maar ik zie hier toch een sterk stijltje kwartetten van wat ze allemaal niet willen. En volgens mij hebben zij wel de verkiezingen gewonnen en wordt het wel tijd... Zo ondertussen dat ze het echt serieus gaan nemen. Want het is heel kinderachtig wat ik constant zie. Goed, even om heen.